Jan Marinus ten Oude, doopnaam en ze noemen Marinus ten Oude. Ik ben mijn 87ste levensjaar begonnen, getrouwd met Corrie de Kwaaste niet. Nou, mijn hobby's die zijn eigenlijk veelvoudig, maar toen ik hier in Uithoorn kwam wonen, dan had ik natuurlijk een drukke baan. Ongeveer was mijn zoontje Hen, was 12 jaar en die begon met een geitje. En zo is het lieverlee groter geworden. En eerdat we een jaar of 5, 6, 7 verder waren, was het eigenlijk al een harde geitenhokje met een stuk of 7, 8 geiten. En toen, op een gegeven moment, toen zag ik ergens in een boekje staan van een Anglo-Nubische geit. En dat vond ik een hele edele geit. Een mooie kop stond erop. En ik zeg, die wil ik eigenlijk wel hebben. En die zijn we midden in de winter, hartje winter, het vroor geloof ik 10, 12 graden, zijn we die wezen halen. En die man was de eerste in Nederland die die Anglo-Nubische geiten had uit Engeland geïmporteerd. Dus wij waren ook eigenlijk ook in Nederland eigenlijk een van de eerste die die Anglo-Nubische geiten hadden. En toen zijn we ook van lieverlee uit gaan breiden. En, ze zijn ook wel nieuwsgierig, hè? Een stuk of 10 geiten, waarvan we ook zelf een bok hebben. Als we, die geiten die gaan in het voorjaar, meestal in half maart, gaan ze lammeren. En dan, ja, dan is het eigenlijk afwachten wat komt er tevoorschijn. Dat is, en gemiddeld hebben ze dan zo'n 2 tot 3 lammeren. Dus gemiddeld doen we zo'n stuk of 4 lammeren. Dus we zitten elk jaar nog een stuk of 10, 12 lammeren. Het kost behoorlijk wat tijd, want als je een liefhebber bent, dan ga je ze goed verzorgen. Dus het houdt in dat je er 's morgens heen gaat en je gaat er 's avonds heen. En wij doen het dan met z'n tweeën, mijn zoon en ik. Dus, en die gaat er dan overdag nog eens heen. Oude hobby opgepakt van gaan schilderen. Na mijn pensioen. En in het begin schilder ik hoofdzakelijk met olieverf. En toen is het eigenlijk begonnen met aquarel. En dat lag me ook, want dat is minder stank. En zo is het eigenlijk gegaan tot aan de dag van vandaag. Bepaalde stijl, mijn aquarel heeft wel mijn voorkeur, want met aquarel, hoewel aquarel is wel een van de moeilijkste, want je moet het vlot opzetten en je kan niet met acryl, dan kan je nog eens wat fout doen, nou, dan gooi je er wat andere verf overheen en je begint opnieuw, maar met aquarel, dat is wel een van de moeilijkste, maar je kan er wel hele mooie effecten mee bereiken. Nou, de laatste paar jaren zijn er wat nieuwe bijgekomen doordat het, die club bestaat al zo lang, dus de mensen worden ouder. Ik geef even aan en
dan hoor ik wel als ik uitsproken de inval van jullie, wat jullie ervan denken. Ze vragen wel eens of ik wil beoordelen, omdat ik een heel tijdje lessen geef. Het thema van de liedjes, dus misschien dat we verschillende en abstract met mooie kleurverdeling, vind ik. Ik had gewoon alle restjes verf die ik elke keer over had op een kaal doek gesmeerd. Ja. En op een gegeven moment dan zie je iets waar je dan naartoe gaat werken. Dan zie je... Nou, dat gedeelte trekt. Je hebt schilderijen, dan ga je gezichtsgeweld over het hele doek. En hier trekt het toch, of het nou hinderlijk is, maar het trekt wel hierheen. Ja. Is er nog commentaar die je zegt? Nou, je zegt er nog later, in eerste instantie, ik had nog gezien, de boompjes aan toegevoegd. Je moet af en toe even laten zien, want hier zit iemand. De boompjes aan toegevoegd is. Ja, het is heel mooi, maar er moet nog wat aan gebeuren. Dat is even goed. Het moet nog een keer opgenomen worden. Ja, dat moet ik allemaal af. Ja, exposeren doen we regelmatig. Eigenlijk ben ik begonnen met exposeren met tamelijk collectief. Is voor ons een geweldig inspirator. Wat is Rinus voor ons? Een schilder, een animator, inspirator. Ja, en eigenlijk ook een vraagbaak. Dat je zegt, joh, ik kan alles, ik probeer alles met je op te lossen. De hobby van schilderen en andere hobby's die in je leven voorkomen, zijn een verrijking op de kwaliteit van je leven. En ik had zo in mezelf gedacht, de 87e jaar waar ik mee bezig ben, dat ik het onderhand wel heb ervaren en kan zeggen hoe het is om de kwaliteit van je leven te verbeteren.